Lex, of eigenlijk Alexander. Alexander Schoenmaker. Geboren op 23 augustus 1947. Voetballer en trainer geweest bij ADO Den Haag. Maar ook Feyenoord en andere clubs in binnen- en buitenland. Een documentaire over en met ADO-clubicoon Lex Schoenmaker, die nog altijd een functie is voor de club, ook op wedstrijddagen. Nou, Lex is een heeft de gave om goed met spelers om te gaan. Ik niet. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat Lex bij ADO is gekomen, tot nu toe hebben we altijd al wel een bepaalde band gehouden. Of met een mailtje, of dat we elkaar zagen bij ADO, of dat we een kop koffie gingen drinken. Maar Lex is gewoon een hele lieve en aardige man. En dat heeft hij ook altijd uitgestraald, vind ik. Dat straalt hij nog steeds uit. Ik vond hem nooit te veel. Ik had wel het idee dat hij dat zelf vaak vond, maar ik heb hem heel vaak laten blijken van jij bent altijd welkom, je mag altijd mee op trainingskampen, mee naar wedstrijden. Altijd, overal heb ik hem in betrokken. En omdat ik altijd graag in zijn omgeving was en ik vond het altijd prettig als hij daarbij was. En dat straalde hij in mijn optiek ook richting de rest van de club uit. Ik moet zeggen, op dit moment, nu ik hoofdtrainer mag zijn, is hij heel erg bepalend voor de... Eigenlijk heeft hij heel veel invloed op de algehele sfeer. Het is een man die ook... ook op de perfecte momenten binnenkomt stappen met een doos moorkoppen, heette die dingen geloof ik, en tompoesen, als de sfeer zeg maar toch wel beïnvloed is door zeg maar de resultaten. Kijk, Lex heeft ook veel gevoel voor de humor, Lex. Nou, ik vind ook dolle, vind ik ook leuk. Dus ook wat dat betreft passen we goed bij elkaar. Nou, Lex heeft natuurlijk enorm veel humor en daardoor is hij bij iedereen geliefd. En dat zie je nu ook nog, ook bij ADO. Hij speelt natuurlijk nog steeds een voorname rol. En dat doet hij met ontzettend veel plezier. Dus ja, Lex is altijd een heel plezierig mens geweest. Ja, als je met Lex ergens binnenkwam, of het nou bij een tv-studio was of bij een sponsor, dan zag je pas de grootheid van Lex, vond ik. Dus dat was wel een bijzondere man. Cruijff van Hanegem, dat zijn twee totaal verschillende spelers qua positie en noem maar op. Maar die twee, ik zou daar niet tussen kunnen kiezen. Het zijn beide grootheden. En als ik ga kijken, en je gaat je uiteraard meer verdiepen in de historie van Den Haag, dan heb ik exact hetzelfde gevoel met Mansveld en Schoenmaker. Dat zijn twee grootheden en daar zou ik dus niet tussen kunnen kiezen. Eerst terug in de tijd. Bij Lex thuis wordt voetbal met de paplepel ingegoten. Alle broers voetballen. En papa is voorzitter van de Haagse club VDS. Nou ja, ik voetbalde in de straat en ze zagen dat ik wel redelijk talentvol was. En mijn vader was voorzitter bij VDS. En dan is het logisch dat de zoon de vader volgt. En zo is het ook gekomen. Heel snel ben ik lid geworden. Dat mocht eigenlijk niet, maar ja, omdat mijn vader dan voorzitter was, mocht het natuurlijk wel. En in plaats van dat ik 10 was, was ik 8, maar ik mocht gewoon meedoen bij de pupillen. Dus zo is mijn voetbalbestaan begonnen. Nou, Lex is natuurlijk niet een speler die uit de ADO-jeugd komt. Hij kwam van VDS. Kan ik me nog herinneren. Dat was ook toen de tijd een goede amateurclub. Ik speelde al bij ADO. En volgens mij kwam Lex toen hij 15 was, kwam hij naar ADO. Nou, dat was eigenlijk, debuteerde ik op mijn 15e bij VDS 1 in bij de senioren. En er was iemand van, een scout van SVV. En toen die had via de Rotterdamse trainer, die had dan gevraagd of ik een proeftraining wilde komen maken bij SVV. En dat is gebeurd. En op het moment dat de ADO lucht van kreeg, wilden ze ook dat ik bij ADO een proeftraining kwam maken. En
eigenlijk ben ik toen na die proeftraining onder Bert Jacobs ben ik niet meer weg geweest. Nou, Lex was natuurlijk al een stuk groter dan ik. Technisch vaardige speler, een beetje slungelachtig. Maar toen kon je al zien dat het een goalmaker was. Dat zag je op de training al. Ja, ik was al verrast. Ik mocht mee als heel jong spelertje. Was net 18, mocht ik mee naar het Ulivi-stadion tegen Göteborg. En op de dag voor de wedstrijd kwamen we aan daar. Hebben we nog wat getraind. Maar toen zag je al één speler niet mee trainen. Dat was Mansveld. Die was geblesseerd geraakt omdat die werkte als verwarmingsmonteur. En die had zijn enkel tussen zijn enkel en zijn voet was verbrand. Dus hij kon niet spelen. En ik maakte daar mijn eerste wedstrijd mee met ADO. Ja, dat was het debuut natuurlijk. Was het fantastisch. Want ja, 18-jarige debuteren in een elftal wat al redelijk lang bij elkaar speelde. Ja, er kwam weer een jeugdspeler tussendoor. Nou, Lex is niet verlegen, gelukkig. Die komt natuurlijk ook uit een buurt waar je eigen zelf moest zorgen dat je er stond. Dus Lex was niet verlegen, maar dat hoeft ook niet, want als je kan voetballen word je altijd heel snel opgenomen. En iedereen kon zien dat Lex goed kon voetballen. Ik maakte een mooi debuut en de trainer was daar zeer gedecideerd in na de wedstrijd. Ik kreeg van hem een hand, waardoor alle spelers daar omheen zaten. Dus ja, dan heb je wel iets goeds gedaan. Het debuut in de competitie volgt. In een wedstrijd tegen DOS. Schoenmaker benut direct een strafschop. Dat Lex basisspeler wordt, dankt hij aan het vertrek van Henk Houwaard naar Twente. Naast collega's zijn het ook vrienden voor het leven. Henk die hield wel van de geneugten des levens. Laat ik het zo zeggen. En die ging dan nog wel eens een avondje uit en die leerde dan iemand kennen. En uiteindelijk is dat hem opgebroken, want hij werd uit huis gezet. En toen kwam Hartman die zei van joh, jij woont nog bij je ouders alleen. En is het mogelijk dat hij bij jullie even onderdak komt om wat tot rust te komen. Dan heeft hij bijna 14 dagen of 3 weken, dat weet ik niet meer zeker, is hij bij mij gewoon thuis. Zijn we samen naar de training gegaan. Als hij dan uitging, dan moest ik eigenlijk ook mee, verplicht. Maar om hem dan toch wel een beetje te behoeden dat hij niet zeg maar, door zou gaan. Uiteindelijk heeft dat wel een transfer opgeleverd naar Twente. Dus uiteindelijk ging Henk weg. En omdat ik dan toch daar achter stond als zijnde talent, werd dat moeiteloos overgenomen. Hoogtepunt in zijn eerste periode bij ADO is het winnen van de KNVB-beker. In 1968. Ajax wordt in de finale op het Zuiderpark met 2-1 verslagen. Het was volgens mij een voorzet van Kees Aerts die ik binnen tikte. En Harry Heijnen maakte volgens mij de 2-0. En toen werd het nog link met dat Ajax nog een goal maakte, 2-1. Want Ajax die wilde toch heel graag de dubbel winnen. Want ja, de Amsterdammers, als ze eenmaal het een hebben, willen ze het ander ook. En alleen wij gaven dat in die wedstrijd niet toe. En de wedstrijd was zo beladen dat hun hebben zelfs daar medaille niet opgehaald. Er volgen succesvolle jaren bij Feyenoord. Maar in 1975 neemt FC Den Haag Schoenmaker weer terug. Ik had in de voorbereiding tegen Chelsea met Feyenoord had ik 2 doelpunten gemaakt. En toen eenmaal ADO de beker had gewonnen, wilden ze dan weer een speler die zeg maar, wat ervaring had in Europees gebied. Europa Cup. Nou, en dan had Europa Cup 2, dus uiteindelijk hebben ze me voor 4 jaar teruggekocht. In zijn tweede periode in de Hofstad doet de ploeg het goed in Europa. De kwartfinales worden gehaald. Het tweeluik met West Ham United wordt historisch. Ja, West Ham was natuurlijk, die kwam uit de koker. En die was een Engelse club die in de Premier League speelde. En ja, was altijd een fantastisch elftal.
Met Trevor Brooking en Billy Bonds en Lampard. En ja, toen kwamen wij uit die loting tegen West Ham. En, ja, en wij waren uit hun ogen gezien een soort provinciaals clubje. Den Haag, want ze wisten nog ineens wat de Heek was. En ja, in de rust stond het 4-0. Dus ja, toen waren de rapen gaar natuurlijk van hoe kan dat? En iedereen die was verbijsterd. Ja, het ging mis na de rust, omdat Boskov bleef volhouden van joh, 4-0. En dat moeten we zien te houden. Maar ja, hun werden toch, naarmate de wedstrijd vorderde en qua speltechnisch waren ze dan toch wel beter. Ja, maakt ze nog twee goals. Ja, dan heb je nog twee goals marge. Maar ja, dan moet je nog wel naar Londen, hè, bij West Ham spelen. Ja, dat kan natuurlijk met twee goals marge. Zou dat moeten lukken, maar daar verloren we eigenlijk ook een klein beetje door de scheidsrechter. Want die keurde zeg maar, een zuiver doelpunt af van Leeuwen. Ik had al de aansluitingstreffer gemaakt. Dus als we maar één goal hadden, hadden we er geweest. En die werd afgekeurd. Lex, naar jou genoemd. Ja? Zeg Lexie, hè? Ja, dat had je toch al gezegd. Hij was vroeger sexy Lexie, is hij dat nog steeds? Jawel, en zij ook. Sexy Lexie, een bijnaam die in de jaren 60 werd bedacht door een toen nog piepjonge Viola Holt. Ja, ik ging natuurlijk met mijn vader, de beroemde voetbaljournalist Ad van Emmenes, ingenieur Ad van Emmenes, altijd naar de wedstrijden toe. Ik was er ook heel trots op dat hij bijvoorbeeld bij Feyenoord had hij een tafeltje, zo'n perstribune tafeltje met het bordje Sport en Sportwereld. En daarnaast had hij dan zijn eigen naam staan, ingenieur Ad van Emmenes. Dus ik ging elke zondag mee. En ik zag natuurlijk de mooiste voetballers. Nou was ik zelf ook niet lelijk toen ik 16 was. Maar ik vond Lex altijd wel een flamboyante figuur op het veld. Mooi met die haren, die wapperende haren had. Die had een mooie figuur, goede benen. Dus ik zeg op een gegeven moment sexy Lexie. Nou, ik moet je vertellen, ik riep het gewoon als hij op het veld bezig was. Hey, sexy Lexi, vond ik wel leuk om te roepen. En dan, hij keek wel eens een keer naar boven ook hoor, heeft hij wel gedaan. Maar al die journalisten om mij heen, sommigen hadden ook een oogje op mij, die hebben dat meteen opgeschreven. Ik was het echt glad vergeten hoor, eerlijk waar. Maar zij niet, en jullie ook niet. En Lex helemaal niet. Voetbal is nog steeds een grote liefde van me. Ik zit ook nog schoppend en gillend voor de buis. Vooral als het ADO betreft nog steeds natuurlijk. Maar nee, ik heb hem niet meer gevolgd, nee. Maar Lex, als je hem nu tegenkomt, dan gaat het hart van Viola Holt toch nog wel wat sneller kloppen? Als ik hem tegenkom, dan omhelzen we elkaar. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En is het nog steeds sexy Lexie. Hey, Chief. Ja, prima. Hoe is die jongen? Ja, ja, nee, maar ik zag het toch een verandering met Almere. Ja. Ja. Ik zag, stel dat ze met twee spitsen spelen, dan kunnen we dat ook in die ja. Oplossen. Maar ja, ik wens je in ieder geval veel sterkte vanavond. Ja. Het is weer gezien de stand van de ranglijst ontzettend belangrijk. Erop of eronder? Erop of eronder. Nou, zo is het ook weer niet, denk ik. Even kijken. Henk Vrezer en Lex Schoenmaker, collega's in Den Haag en beide succesvol bij Feyenoord. Met Lex gaan we terug naar de Kuip, waar hij in 1970 voor veel geld naartoe gaat. Iets meer dan 500.000 gulden ging van de ene naar de andere club. Dat was toen nogal wat, want ja, Feyenoord was in die jaren toch een topclub. Hadden een topspits. En jij ging erheen als debutant. Zo moet je het zien. Mooi, hè? Ik weet nog wel dat hij toen bij Feyenoord binnenkwam, dan ging hij op de verkeerde plek zitten. En toen werd hij wel eventjes verteld van Lex, daar mag je niet zitten, want die plek is van die en die en die. Wij waren niet gewend om elke morgen iedereen echt vriendelijk toe te roepen dat het een prettige dag zou worden.
En nou, daar kwam Lex opeens met keurige, ja, zoals het eigenlijk hoorde. En ja, en daar werd niet op prijs gesteld. Ik was natuurlijk iets te aardig voor dit milieu, dat begreep ik ook wel. En dat hebben ze ook laten blijken bij de spelers. Als je me nu vraagt of ik... Of ik Lex wel eens een keer tegen het canvas heb gewerkt, dat zou ik het niet weten. Misschien dat ik wel eens een keer een kleine overtreding gemaakt heb. Ook ten opzichte van Lex. En als het zo is, dan heb ik er nog spijt van. Het is toch wel super, super matje, hè? Ik ging hier wonen, dus je kapte wat dingen af. En het was zo belangrijk dat je geaccepteerd werd door de voetballers bij Feyenoord, die een half jaar eerder de Europa Cup 1 gewonnen hadden. Dat was eigenlijk meer de drijfveer om te slagen als voetballer. Schoenmaker is bang dat hij niet geaccepteerd wordt in de Kuip. Maar bij zijn debuut uit tegen NAC komt er snel een einde aan die onzekerheid. Mijn belangrijkste punt was toen eenmaal de competitie begon. Toen stond ik er ook gelijk. Ik, als wel weliswaar als invaller, maar op het moment dat ik inviel werd de stand zeg maar van 1-0 naar 3-2 in het voordeel van Feyenoord uit tegen NAC. Ik scoorde zelf, dus dan had je alweer een pluspunt. En op het moment dat je resultaten goed zijn en je spel was goed, dan heb je toch wat makkelijker te doen met de spelers. Christensen, weggekopt Krol, kans voor... Een behendig genomen vrije schop van Jurgen Christensen. Feyenoord op 2-2, 6 minuten voor tijd. In die periode, daarvoor hadden we Kienval. En na Kienval hebben we wat andere spitsen gehad die nou niet echt de scoorders waren. En Lex was toch wel een speler die voor ons, of voor Feyenoord, zijn doelpuntjes maakte. Nou, er zijn een paar dingen die je als voetballer mee wil maken. Dat is A. Bij een club voetballen in de Eredivisie, nou, dat is gelukt. Je wint wat, dat was de beker bij ADO. Dan heb je de kans om naar een grote club te gaan. Internationaal gezien wel de grootste club toen. Daar word je vervolgens kampioen, win je de Europa Cup. Dus als speler kan je eigenlijk maar één ding wensen. Dat iedere speler dat een keer meemaakt. Nou, ik heb het meegemaakt, dus ik ben super tevreden. Mooie carrière hier gehad. En natuurlijk zijn er altijd betere spitsen bij Feyenoord geweest als ik. Maar er kan niemand omheen dat ik bijna altijd 1-op-2 gespeeld heb. Het enige wat me bijstaat, dat Lex wel trots is volgens mij, dat hij nog in de UEFA Cup of Europa Cup, dat hij de meeste goals gescoord heeft. Is dat zo eigenlijk? Dat is een ding wat zeker is en ja, die zal nog wel een tijdje meegaan, denk ik. Dat stak je niet onder stoel of banken? Ja, je kwam hier natuurlijk voor hete vuur te staan, want bijna altijd Europees. En toen ADO weer geïnteresseerd in mij werd, ja, dan ging je gelijk Europees spelen. Dus dat bracht je wel mee. Maar voor de rest, het heeft me als mens veranderd, maar ik ben wel gelukkig hetzelfde gebleven. Ja? Kom er nu aan. Nee, komt er nog niet aan. Goed zo, ik ga eerst nog even naar de andere kant. Hallo, heeft u een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Oh, dan mag ik me helaas niet aan. Oh nee? Ja hoor. Oh, oké. Okay. Een beetje jouw muziek wat je hier hoort. Nee, dat is meer van deze tijd, denk ik. Maar dat kan ik wel waarderen hoor, dat maakt mij niet uit. Muziek speelt een belangrijke rol in Lex' leven. Zo heeft hij een jukebox thuis. Met erop natuurlijk Hardy Klorkenstein met O.O. Den Haag. In het zuiden van de Tollenzee, de warme oogst, zijn bord als op je heuvel.
Lekker kanker op tegen de bel. Lekker kanker op tegen van de bel. En die lange is op die ene. Om met elke lage boot op de echo op de steen. Ja, dat is één keer gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Dat was tegen Ajax thuis. Dat hij verrast door Keizer met zijn rechterbeen in de benedenhoek. Ja. Op zich was het best een aardige keeper, Martin. De liefde voor muziek gaat zo ver dat hij regelmatig aanschuift in het Radio West-programma The Beat Goes On met presentator Hans Rauw. In het programma draait Lex zijn favoriete plaatjes. Nou, dat komt uit de tijd dat ADO Den Haag in de eerste divisie speelde. Toen had ik het programma nog niet, maar toen hadden wij ADO Live. Daar stonden we de wedstrijd live uit. Ik stond dan naast de dugout en Lex stond bijna altijd naast me en dan zaten we wel eens te praten. En op een gegeven moment kreeg je contact met elkaar, we praten en bleek dat we van dezelfde soort muziek houden. En toen begon de beat. En toen dacht ik van, die moet ik hebben. Chuck Berry, Rollover Beethoven. Hij is dus niet, ik herhaal, niet van de Beatles. Hij is van Chuck Berry. Trouwens, dat kon je in de opname wel horen, Lex. Ja, nee, maar dat is ook zo. Wij hebben al vaker erover gehad dat Chuck Berry eigenlijk een beetje de voorloper was van de Stones en de Beatles. Ja, ja. Wat Lex erg heeft, dat is dat hij niet van een bepaalde soort... Hij houdt van rock'n'roll, dat vindt hij fantastisch. Maar hij houdt ook van Dem. Hij is van de nummers. Lex is niet van die artiest is goed, dus die artiest is niet goed. En dat is voor mij dé instelling voor iemand die echt van muziek houdt. Hij vindt een nummer goed. En dan is het nummer goed. Ja, dat is een nadeel van platen dat ze afgelopen zijn. Ik bedoel, we zitten dan gezellig te kwekken ertussendoor. Maar Dem, Here Comes the Night. Dat blijft. Wat is het ongrijpbare nou? Dat zo'n nummer blijft boeien. Ja, voor sommigen die vinden muziek niks. Ik vind het is een heel deel van mijn leven geweest. Ja. Luisteren en te kijken en zelf te kopen en te doen. Ja, te graaien, hè? De bakken. Ja, in de bakken te graaien. Maar en de singeltjes kijken, dat ik nu een jukebox heb. Dus vandaar dat ik het bijzonder leuk vind om altijd nog naar muziek te blijven luisteren. En deze band is gewoon nog steeds top. Ja, dat verveelt niet. Nee, hè, nooit. Nee. Kijk, topvoetballer is een echt een zwaar beroep. Hij ontspande zich heel erg bij muziek. Hij had een achterkamertje. En hij heeft heel lang thuis gewoond, hè? Voordat hij trouwde. En hij had een achterkamertje en daar ging hij dan na de wedstrijden en ook voor wedstrijden ging hij muziek draaien. Tot zijn vader er een eind aan maakte. Of hij moest het zachter zetten, want die vond dat pokkerrie. Ik ben toen ik een jaar 18, 19, dan ging ik wel eens uit in de stad naar de carousel. Nee, ik ben mijn vrouw tegengekomen ook in de carousel. En die ging wel eens naar een andere tent toe. En dan eigenlijk via een vriendin ben ik zo aan haar zo'n beetje gekoppeld. Volgens mij niet gekoppeld, maar hebben we toenadering gezocht. Ja, toen hebben jullie elkaar gevonden. Ja. Ze was toen een van de meest benijde vrouwen van Den Haag, weet ja, ik nog. Dat weet ik niet. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel, want dat wordt wel een macht. We houden het nog steeds vol. Dus, ja, precies. Hij is niks zonder muziek. Zonder ADO niet, maar zonder muziek is die. Dat is een deel van zijn leven. Met een broodje worst in je maag naar ADO Den Haag. En kijk eens wat een prachtexemplaar. Hier in de luwte van het zilvergrijze stadion zeggen wij pak een beet, de worst is lekker heet. En de zenders ben je meer kwijt hoor voor een diner van je. Maar bij het Haagse stadion pak je hem even mee, want eten is beleving. Drinken is emotie, voetbal is emotie. En het wordt vanavond een fantastische match hier bij dat zilvergrijze stadion. Op, hallo! Den Haag vandaag! Broodje worst hier maar! Het feest gaat beginnen! Want ADO gaat winnen! Dit is een box die aangeboden is door Uno Momento d'ADO. En die hebben ze naar mij vernoemd en die kan je als bedrijf huren. Dat heet ook het Lex Schoenmaker kwartiertje.
Dit is mijn dikke advocaat. Toen ik trainer was in het Zuiderpark speelden we tegen Zenit. Die wedstrijd eindigde geloof ik in een gelijkspel. Het was een hartstikke leuke wedstrijd. Dat is dan in 1967-68 dat we de beker wonnen. Je had vroeger de gouden gids, weet je wel. En daar moest een spotje van gemaakt worden. Dus het moest de kostuumman, dat hele kleedkamer die was helemaal zwart gemaakt. En moest ik een tekst uit mijn hoofd leren. En dat was een Finse tekst. Ja, ik zou nou niet meer weten hoe ik het uit moet spreken. Ja, hallo, met Schoenmaker. Ja, ik zie dat u vertaalt. Hoe zeg ik, je zit niet op ballet in het Fins. Bedankt, ja, dat is duidelijk. Weet je wel wat je zei? Nee. Maar dat maakt toch ook niet uit. Als je maar wat roept. Maar het had net zoiets als met die garnalenpellers, weet je wel. Dat, het moest iets leuks worden. Nou ja, en ADO werkte daar al mee. Niet alleen ik, maar ADO. Dus die spelers waren allemaal geschminkt. Dus dat was wel, ja, dat was wel grappig. Gaan we dan? Namens, staat hij aan eigenlijk? Oké, staat, oh ja. Namens Unomomento Dado heet ik u hartelijk welkom. Een oud trainer die de aanwezigen toespreekt over de tactiek van ADO. Allebei de centrale middenvelders die eigenlijk het spel een beetje maken van ons. En Gert en Aalberg zijn beide geblesseerd. Na zijn actieve voetbalcarrière richt hij zich op het trainerschap. Het afscheid als speler komt eerder dan gedacht. Wij kregen een mededeling van Cor van der Hart na de wedstrijd tegen Haarlem thuis. Die we verloren op zondag. Maandagmiddag in de kleedkamer. Schoenmaker Mansveld hoeven niet meer te rekenen op speelminuten. En wat dat betreft mogen jullie nu gaan. Nou, ze gaat, dat is goed. Dan pak ik mijn tas weer in en dan ben ik weg. En later is ook niet meer terug geweest. Ik daarentegen had een contract getekend toen bij ADO. Dat ik na mijn carrière zo automatisch in zou stromen in de begeleiding van jeugdelftallen. En ik had mijn C-diploma al gehaald tussentijds. Ja, afscheid doet altijd pijn, maar wij kregen allebei een pennenset van de toenmalige voorzitter Pieter den Dulk. Overigens heb ik ze nog. Schrijven ze ook nog? Ze schrijven ook nog ook. Dus wat dat betreft waren ze van goede kwaliteit. Ja. Schoenmaker doorloopt alle jeugdelftallen als beginnend trainer bij FC Den Haag. Toen ik in de D1 zat, was Lex onder andere ook trainer van de C1 van ADO. En toen haalde hij mij als 12-jarige een elftal door al, zeker om te trainen. Uiteindelijk is het Rob Baan die Schoenmaker in 1986 bij het eerste haalt. Zijn eerste periode duurt niet lang. In 1987 vertrekt Lex naar Feyenoord. Na 3 jaar assistent te zijn in Rotterdam, zoekt Lex zijn heil in Volendam. We zijn gepromoveerd naar Volendam amateurs. Nou, geweldig afscheid gehad daar. Leek wel of we de Eredivisie ingingen, maar we waren gewoon amateurs. En we zijn toen op een botter door Verdalm gereden, maar er waren geloof ik 3 toeschouwers. Dus die zondagmiddag na de wedstrijd, toen we gepromoveerd waren, kwamen kijken. Dus ja, dat was wel op zich wel grappig. En toen werd ik benaderd door Henk Willems, de toenmalige technisch manager bij ADO, om te komen praten, want hij wilde toch naar regionale jongens bij de ADO-staf. En zo keert Lex terug in Den Haag en zorgt een slimmigheidje in zijn contract dat hij hoofdtrainer wordt. Nou, toen ben ik assistent geworden van De Ruiter, maar ik had in dat contract had hij gezegd van nou, oké, zet dan een regeltje erin. Dat jij de eerste gegadigd bent om De Ruiter op te volgen. Dus dat jullie die keurig in opnemen in het contract. Hoofdtrainer Nol De Ruiter vertrekt al na 2 weken. De club heeft geen keuze. Schoenmaker wordt de nieuwe hoofdtrainer. En gelijk na competitie gehaald. Dus op zich was dat natuurlijk wel schitterend. Na 1 jaar hoofdtrainerschap bij FC Den Haag vertrekt Lex in 1995. Nee, spijt van de beslissing heb ik niet. Waarom eigenlijk niet? Nee, ik vind als je een beslissing neemt, dan kan je beter een foute beslissing nemen of een beslissing. Maar dan maakt het mij niet uit. Een beslissing heb je genomen. Maar neem je dan mensen wat kwalijk dat ze niet meer gedaan hebben om jou hier te houden? Nou, ja, je kan een paar mensen kwalijk nemen dat ze niet alert genoeg geweest zijn. Maar
Ik denk dat ze misschien wat meer ervoor hadden moeten doen om me hier te behouden, ja. En over wie heb je het dan? Over het bestuur? Sommige mensen in het bestuur, ja. In 2001 keert hij samen met Rinus Israël terug bij zijn grote voetballiefde. Nou, het mooiste was dat ik uiteindelijk in 94 het zelf moest doen. En in 2001 eigenlijk weer het op mijn bordje kreeg. Omdat Rinus heel pijnlijk de training moest verlaten. Want die had zware hartproblemen. Rinus is toen geopereerd en vanaf dat moment moest ik het alleen gaan doen. Dat heb Lex ook goed opgevangen in die periode. Dus volgens mij toen ik in een periode van een aantal wedstrijden was ik er niet. Heb je volgens mij alles gewonnen. Het ging eigenlijk beter. Dat was een mooie tijd. Je pakte de eerste periode, de tweede periode, de derde periode. En toen kwam Rinus er weer zo langzamerhand bij. En we werden kampioen. En dat was al natuurlijk sinds 85 niet meer gebeurd. Dus dat was bijzonder mooi. En het jaar dat ik het alleen moest doen, dat we in de Eredivisie voor het eerste jaar waren en de degradatie ontliepen. Dat was ook fantastisch om mee te maken. In 2010 keert Schoenmaker nog één keer terug bij het eerste van ADO. Als Maurice Stijn de ontslagen Raymond Attenveld opvolgt als hoofdtrainer, wil hij Lex erbij hebben. Lex wilde het niet zelf doen, maar ja, wilde wel ook graag dat ik het ging doen. En toen kwam destijds de directeur Maurice Westerwoud en commissaris Paul Beijersbergen kwamen naar het Zuiderpark. En die hebben toen gevraagd of ik op dat moment de eerste helft over wilde nemen en wilde behoeden van degradatie, want op dat moment stonden ze er heel slecht voor. En dat heb ik gedaan, maar ook onder één voorwaarde, dat ik in ieder geval Lex veel meer bij het eerste elftal kon betrekken. Ik vond dat op dat moment dat er te weinig met zijn know-how en met zijn persoon werd gedaan. Dus ik heb dat eigenlijk op dat moment een nieuw leven ingeblazen. En dat is altijd, vanaf die tijd is dat ook zo gebleven. Hey, met je lijf onderin ik al. Nou, Lex die traint graag. En net wat ik al gezegd heb, hij heeft echt goede oefenstof. En daarbuiten is het niet een trainer die met veel geweld spelers maand om tot meer arbeid. Hij gedraagt zich heel rustig en hij kan echt goed met spelers omgaan. Lex kent ook familiaire tegenslag. In 1988 pleegt zijn broer Harry op een bankje in een park in Voorburg zelfmoord. Met Lex gaan wij terug naar de plek des onheils. Ik kwam terug van de training bij Feyenoord. Het was het eerste jaar dat ik bij Feyenoord assistenttrainer was. Samen met Rinus Israël. Ja, en toen hoorde ik het s'avonds dat hij een ongeluk had gehad. Maar toen wist ik nog niet zeker. De volgende dag wist ik het wel zeker. Want toen wilde ik natuurlijk gelijk naar het ziekenhuis toe. Ja, en toen moesten ze wel vertellen wat er aan de hand was. In het begin heb je daar niet zoveel, mee. Omdat ze niet precies zeiden wat er gebeurd was. Ja, maar later was het natuurlijk zo dat we hoorden dat hij met een omgebouwd alarmpistooltje zich van het leven beroofd had. Zijn vrouw heeft besloten om de stekker eruit te trekken, want ja, er was zoveel hersenschade dat daar niks meer mee te doen viel. Tot op de dag van vandaag weten we nog niet van waarom en wat er gespeeld heeft. En het blijft gewoon gissen. Zeker toen ik begon bij de jeugd. En natuurlijk dat ik mijn aarde doorbrak. Ja, daar was hij altijd wel bij. En ook toen ik naar Feyenoord ging. Ja, dat vond hij natuurlijk prachtig. En later werd ik trainer en ik kreeg een zoon, die heette Lex Junior. Ja, en die groeide bij hem eigenlijk op de camping, groeide die op.
Dat was eigenlijk, die waren we 6 weken kwijt en dan bleef 6 weken bij zijn oom Harry op de camping. Dus ja, blijft toch altijd moeilijk om over te vertellen, maar ja, het is nu eenmaal zo, het is gebeurd en we konden niet meer terugdraaien. We hebben in de familie al, was het heel erg not done als je erover sprak, want ja, niemand wist toch wat er aan de hand was. Ik mis hem heel erg. Maar ja, de ene zegt het is lef en de ander zegt het is laf. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het altijd moeilijk om over anderen te oordelen. Ik heb er ook nooit mee voorop gelopen. Niemand heeft het leed gezien wat je had. En er is natuurlijk wel meer gebeurd in onze familie. Maar dit was wel een kleine schaduw, moet ik eerlijk zeggen. Hoe is het voor jou nu om hier weer eens te zijn? Beetje vreemd. Beetje vreemd, ja. Want we hadden wel een band die heel close was en we leken al een beetje op elkaar. En er zat maar 3 jaar tussen, dus ja. Het is een beetje wel vreemd. Het is ook de eerste keer dat ik hier na zo'n lange tijd ben. Nou ja, zoals je weet, Adriaan begon redelijk goed aan de wedstrijd. Pech is dat die goal afgekeurd werd, want volgens mij was het gewoon een glaszuiver doelpunt. En dan heb je kans dat zo'n wedstrijd gaat lopen, maar dan zie je toch dat het een lastige ploeg is. Ook die week ervoor is tegen Twente gespeeld. Ja, en dan zou je toch, ja, zeker in verdedigend opzicht, altijd heel alert moeten zijn, want er hoeft maar een foutje, een slippertje te gebeuren en je staat op 0-1. He, dat kan ook. Lex was niet alleen een Nederland trainer, maar ook in de woestijn. Oud ploeggenoot en vriend Willem van Hanegem belde hem op om in te stappen in een bijzonder avontuur. En toen zijn we daarheen gegaan en de contracten moesten nog ondertekend worden. En dat was wel grappig, want dan duwden ze het contract van Willem in mijn handen en van Willem van mij in Willems handen. Dus die zei, ja, maar dat klopt niet. Nee, dat begrijp ik met die bedrag. Lex wordt in Saoedi-Arabië de rechterhand van Willem. Willem was gewoon de coach en ik zeg maar de man die zeg maar de training en uit moest leggen in het begin, omdat ik wel Engels sprak en Willem wat minder. Maar samen hadden we het gewoon hartstikke goed. Fantastische vent om mee samen te werken, omdat hij je gewoon de volledige vrijheid geeft. Alleen, hij was wel gewoon overal en overruled, kon ik natuurlijk ook worden. Omdat Van Hanegem geen talenknobbel heeft, moet Lex de communicatie op zich nemen. Ik moest in zeg maar, anderhalve week moest ik ongeveer 40 namen uit mijn hoofd kennen. En weten wat links was, rechts was, wat de bal betekende. In het partijtje wat 1-1 moest zijn. Dus die termen leerde ik dan, die pikte ik wel heel gauw op. En dat was wel goed, omdat ik dan ook, zeg maar, Willem zei van joh, zo en zo gaat de bespreking. Dat en dat moet je aangeven. Zo en zo wordt de formatie. Wat doen we bij balbezit? En wat doen we bij balverlies en met corners en zo? Nou, dat probeer ik dan op het grote bord uit te leggen en dan keurig in het Engels. En als ik dan wat zei en dan keek ik naar Willem en dan zei hij ja, het is goed. En dan nou, gingen we door en ja, zo ging het eigenlijk het hele seizoen. Toch wil Van Hanegem een tolk om beter te kunnen communiceren met de Arabische spelers. Bij zijn aanstelling bleek het een bekende van Schoenmaker. En ik zei, joh, maar volgens mij ken ik jou, want ik heb je wel eens bij ADO gezien in het verleden. Ja, dat klopt, want ik loop altijd op de Haagse Markt. Ik zeg, hoe kom jij dan ineens zo hier als tolk? Ja, zegt hij, ik heb het geprobeerd en het is me gelukt. Willem en Lex doen het aardig in Saoedi-Arabië en strijden zelfs mee voor het kampioenschap. 2 wedstrijden voor het einde worden ze toch ontslagen. En we weten tot op de dag van vandaag niet waarom. Jullie hebben het seizoen net niet afgemaakt. Nee, we zijn er wel gebleven, maar we hebben het niet afgemaakt. Waarom zijn die gebleven? Ten eerste omdat we nog geld te goed hadden. En ten tweede,
moesten nog extra's betaald worden aan Willem. En dat wilden we echt niet laten zitten. Dus we gingen niet eerder weg als dat dat geld uitgekeerd moest worden. En ook is, alleen minder als dat Willem zou moeten krijgen. Later gaat Lex opnieuw voor een avontuur in de voetbalwoestijn. Hij wordt trainer van Al Jazeera in Abu Dhabi. En daarmee de concurrent van Rinus Israël. Twee clubs had je in Abu Dhabi. Al Jazeera en Al Wahda. Rinus was van Al Wahda en ik van Al Jazeera. Beide clubs heb Rinus gezeten. Dus die heeft ook in eerste instantie bij Al Jazeera gezeten. En daarom had hij heel goed contact met Mohamed Bouti. Die nu bij Manchester City zit. En... was een van de vijf, geloof ik, of een van de zes eigenaren. Ja, we waren wel concurrenten, maar we waren ook wel natuurlijk vrienden. En het was altijd goed weer daar, dus we trokken daar ontzettend veel met elkaar op. We lagen bij het strand, we aten 's avonds, dus daar hadden we veel contact. Het gaat Rinus en Lex sportief gezien voor de wind. Rinus wordt kampioen in de Emiraten en Lex eindigt als derde. Al Jazeera wil graag met Lex door, maar komt er financieel niet uit met de clubeigenaar. Nou, het zei ja, maar sowieso wordt het lastig met tekengeld en zo. Ik zei ja, nou, dat zien we dan wel. Ja, toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik eigenlijk niks meer gehoord. Toen heb ik hem keurig gebeld en zei joh, ik ga nu naar huis toe en ik denk dat ik dan voor mijn eigen stad, mijn eigen club gaat tekenen, dus dan weet je dat. Dat heeft hij me misschien niet in dank afgenomen. Jammer, want het was een bijzonder amabele man. Heel veel verstand van voetbal. Zat overal, met de kleintjes, met de grote. Iedere vrijdag als er voetbal was, vanaf 10 uur, zat hij daar op zijn stoel. En ik ging er meestal naast zitten, want wij hadden de dag ervoor gespeeld. Ja, dan hele gesprekken, man. En dan deden we het dan tot dan naar I1 ging spelen. En die speelde dan om 2:30. En daarna was het gewoon een bakje thee drinken weer en dan nou, ging weer weg. En soms belde hij op, you have something to do? Ik zei, nee, kom maar naar mijn huis toe, gaan we internationaal voetbal kijken. Nou, die had een scherm, dat was de grootste kamer hier. En die had alle satellieten natuurlijk. Lex Schoenmaker was een veelscorende spits. Hij speelde met grote voetbalsterren. Dit zijn de beste spelers met wie hij ooit heeft gespeeld. Op doel kiest hij voor Jan van Beveren, die Schoenmaker in Amerika leert kennen. De Koor van de Hart wilde hem als doelverdediger hebben. En hij had binnen een week had hij de harten van alle Amerikaanse fans van de Fort Lauderdale Strikers had hij gewonnen. Als beste rechtsback in zijn eigen elftal kiest Schoenmaker voor Martin Jol, die hij als jongeling zag komen bij ADO Den Haag. Later geeft hij Jol de kans om zich als voetbaltrainer te ontwikkelen. En toen ik overstapte naar Dordrecht, heeft hij mij gevraagd of hij bij mij een stage mocht lopen. Nou, dat heeft hij gedaan. Nou, ik vind het altijd wel leuk om te zien waar hij allemaal terechtgekomen is. Dus daar heb ik een klein beetje aan meegewerkt. Als centrale verdediger kiest Schoenmaker voor Rinus Israël, die hij roemt vanwege zijn harde spel. Maar het maakte hem niet wie het uit wie het was hoor. Dus als hij je kon pakken en of je ging hem dollen, dan maakte hij gewoon de korte metten mee. Dus daar had hij niet zoveel moeite mee. Naast Israël stelt Schoenmaker een mede-clubicoon op, Aad Mansveld. Onderling, dat klikte wel. Hij mocht je of hij mocht je niet. En dat was bij hem ook geen tussenweg. Dus, sommigen hadden wel heel veel moeite met hem, maar op het moment dat je liet zien dat je van goede huizen kwam met voetbal en zo, ja, dan ging het goed. De linksback is een Braziliaan, Marinho. Schoenmaker speelde met de international bij de Fort Lauderdale Strikers. Ja, uitstekende voetballer. Blond. Ja, was echt charmeur van de bovenste plank. En hij was ook een bijzonder goede voetballer. Dus was wel een van de beste waar ik mee gespeeld heb. De eerste middenvelder in het elftal van Lex is opnieuw een ploeggenoot bij Fort Lauderdale. Teofilo Cubillas. Die heb ik op trainingen dingen zien doen waarvan ik nou nog af en toe wakker word van hoe heeft hij het voor elkaar gekregen. Zeg maar, de bewegingen die hij maakte in training, ja, was een vaste waarde.
in Peru. Was een heel amabel mens, goede speler. Ja, dat is iets wat je bijblijft. Natuurlijk ontbreekt vriend Willem van Hanegem niet in de elf van Lex. Je zag Willem ook zelden bal verliezen. Ja, natuurlijk, hij was ook niet helemaal perfect, maar met Jans hetzelfde en Haziel. Die verloren bijna nooit de bal en daardoor waren ze zo goed in Europa. En hebben ze ook daardoor de Europa Cup gewonnen. Kwaliteit gekoppeld aan mentaliteit. Dat is eigenlijk, dat zou ik ook altijd, zei ik ook altijd tegen de spelers waar ik mee werkte. En als je dat kan bundelen, dan kan je heel ver komen. De laatste middenvelder is een vergeten ADO-speler. Harold Berg, ja, kwam als Noor naar Nederland toe. En niemand kende hem. Heeft een, op mij, wij voelden elkaar heel goed aan. En heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Buitengewoon goede speler. Was echt top. En toen hij zijn enkel brak, daarna werd het wat minder met hem. Maar dat had te maken met de enkelbreuk, dat hij daar toch langdurig gekwetst was. In het elftal van Lex zet hij zichzelf niet in de spits, maar op rechts. Op 9 positioneert hij Gert Müller, de beste speler met wie hij ooit heeft gespeeld. Uitermate goede spits, dodelijk in de 16. Altijd het kleine kontje wat hij had, zette hij erin en speelde maar aan. En ja, was een geweldige man ook. Koen Molijn complimenteert de elf van Lex. Echt, dat je denkt van nou, dat was een legendarische voetballer. Die was al eigenlijk een beetje, nog niet op zijn eind. Maar het eerste jaar heb ik bijzonder veel aan hem gehad. Want nou ja, er zijn in die wedstrijden dat ik met hem speelde, was altijd een klik. Ja, bij hem wist je gewoon van, ik ga er langs en ik lepel die bal erin. Het is na de wedstrijd ADO Den Haag Go Ahead Eagles 1-1. Iedereen wil weten wat de clubicoon ervan vindt. Maar goed, normaal gesproken hebben ze daar die kanon voor. En die heeft gewoon heel goed verdedigd vanavond weer, ook weer. Dus. Over voetbal praten doet Lex het liefst met zijn beste vriend, Willem van Hanegem. De Kromme leert Schoenmaker als ploegenoot bij Feyenoord de harde wetten van het voetbal. Maar hij kon goed voetballen gewoon. Maar af en toe was hij een beetje, niet gemakzuchtig, nee, maar gewoon te aardig in die wereld, voor die wereld in die periode. Dus toen zat ik hem nog wel eens achterna om hem op zijn laarzen te geven. Omdat je weet dat hij gewoon een bruikbaar en een goede speler is. Hij is wit. Ja, op de training. Je werd gewoon gecorrigeerd. En ik heb er heel veel baat bij gehad. Was natuurlijk niet af en toe leuk, maar het heeft je wel gevormd als later als speler en als, zeker als mens. Dus dan ga je daar gewoon mee werken. Wat heb je nou voor een Een melodietje, ja. Ondanks de kritische houding van Van Hanegem ontstaat er tussen de twee bij Feyenoord een vriendschap. Oudere mensen ga ik niet op zo'n veldpad te staan. Zijn allebei AOW'ers. Ja, we trokken wel veel met elkaar op. En als er dingen gebeuren moesten, ja, dan dat is niet meer zo. De klik was er en hij had al natuurlijk een hele goede klik toen met Wim Jansen. Ja, en daar, je ging daarheen en we kwamen graag bij hem thuis. En ja, het was gewoon heel, gevoelsmatig kom je niet veel tegen. Het hart bij elkaar luchten doen Lex en Willem niet. Nee, maar jij doet net of dat twee zedenprekers zijn geweest, geloof ik. Nee, je praat gewoon met elkaar over alles. Maar niet dat je denkt van, oh, ik ga dus een Lex naar mij om zijn hart te luchten. Nee, natuurlijk niet. Maar er is genoeg wat de twee wel bindt. Willem was ook een hele grote muziekliefhebber. En ik had dan de LP's toen al en de platen van Joe Cocker. Nou, en dat vond Willem heel goed, dus ik maakte bandjes voor hem. Ja. En dan reden we wel eens naar, moesten we iets doen of zo, en dan ging dat bandje erin en werd grijs gedraaid.
Maar in Dingen hadden we dat ook, in Saudi-Arabië. Ja. Hadden we een winkel gevonden met allemaal cassettebandjes en daar gingen we zoeken. Toen kwamen we naar buiten. Toen waren we er net, geloof ik, te horen knalden. Nou, hadden ze ergens, geloof ik, met een auto met een bommetje erin gereden tegen een of andere ambassade. Ja. Dus denk ik, nou, is een lekkere binnenkomen voor ons. Schrok ons eigenlijk de zenuwen. Ja, maar we hebben er eigenlijk nooit erg last van gehad. Het was een grote bomaanslag in het midden van het centrum. Ja, en als je daar gepakt wordt, gebeurt er maar één ding. Dan word je veroordeeld en dan gaat je hoofd eraf. Het duo wordt in Saudi-Arabië herenigd, dit keer als trainerskoppel. Lex was trainer van Dordrecht en Willem wil hem graag meenemen. Nou, omdat Lex is... ik denk dat het wel eens onderschat wordt. Dat hij heus wel kijk heeft op het spelletje. En daarom is het iemand waarvan je weet, die zijn niet besodemieteren. Dat is ook wel belangrijk als je in het buitenland zit. Dus dat hij... dat was niet zo moeilijk. En ik was er dolblij mee dat hij meeging. En hij kan heel goed schrijven. Dat is niet mijn kwaliteit. Maar hij is echt zo'n schriftgeleerde ook, die alles, alles op papier ja, zet. Ja, alles bijhield. Ja, maar ja, dat moet wel. Want je moet toch af en toe kijken wat je gedaan hebt. En ik, maar uiteindelijk is gekomen dat hij belde omdat er een vogel op zijn kop gescheten had, zei hij. Toch? Nee, dat was echt. Ik zit gewoon in de tuin en ineens, ik weet niet wat voor vogel, maar... Die scheet ineens om mijn kop. Dus ik denk, nou, dat is mazzel. Dacht ik. En het gekke is, ik ga naar binnen. En nog geen uur daarna gaat de fax. Over een ploeg in Saudi-Arabië. Dus ik dacht in het begin, ik denk, dat is bananensplit. Die willen mij een beetje in de maling nemen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Nou, dan heb ik meteen contact gezocht met Lex. En hij ging gelukkig mee. Ja, Lex en Willem, beide een clubicoon voor twee verschillende grote clubs. Beide vrienden voor het leven toen, nu en ook nog straks in de nabije toekomst. Want ze hebben altijd strijd geleverd, maar altijd heel veel van elkaar gehouden. En voor mij is Lex Schoenmaker ook ongelooflijk belangrijk, Lex. Want ik ben begonnen, mijn allereerste interview was met jou. Toen ADO nog nummer 3 van Nederland was en voor een vol Zuiderpark speelde. Het was mijn eerste optreden in de media, dankzij jou. En ik ben ook een beetje geëindigd met jou. Lex Schoenmaker heeft 50 jaar lang, zou ik bijna willen zeggen, mijn pad gekruist. Logisch, ik houd van ADO en jij bent ADO. Dank je, Lex. Lex is voor mij een hele bijzondere man geweest in mijn periode bij ADO. Heb ik heel veel steun aan gehad, zeker in mijn beginperiode. En ook in de privésfeer ongeveer dezelfde tragedie meegemaakt. En dat schept nog meer een band. Dus ook dat soort gesprekken hebben wij veelvuldig gevoerd. En dat maakt hem voor mij als een hele bijzondere man. Nou, het zegt al, als je 15, 16 bent en je komt bij ADO en je bent nu 66 en je zit er nog. Ja, dat zegt genoeg wat hij voor ADO heeft betekend. Lex is voor mij altijd een goede vriend geweest. En vooral ook een goede steun en een goede aanvulling in de trainingen die we samen deden. Als je met Lex ergens binnenkwam, of het nou bij een tv-studio was of bij een sponsor, dan zag je pas de grootheid van Lex, vond ik. Dus dat was wel een bijzondere man. Dit soort mensen kunnen de clubcultuur meer dan uitstekend bewaken. Dus het is heel goed om erbij. Hij heeft ook een ereplek links voor in de bus. Daar gaat ook, en daar mag ook gewoon absoluut niemand zitten. Lex Schoenmaker betekent voor mij een galant, elegant, knap. Lekker ding.